We are the farmers. Yo mensen van Sano 2020 Morning, welkom bij weer een nieuwe video waarin jullie ga uitleggen hoe je zwaailampen op je tractor of machine of whatever zet. Dus eerst en vooral gaat je dit uitpakken, rechtermuisknop extract toe en dan openen we. Daarna openen we de XML van uw voertuig. Meestal is dat de naam van uw voertuig of het type, in dit geval een TS115. Openen we en dan even minimaliseren. Dan openen we onze tractor. Zo. We gaan een nieuwe camera aanmaken, dat is voor onszelf makkelijk te maken. Gewoon een nieuwe camera. Yo, wat een lek. Ja. Dus je ziet er geen zwaailamp op staan, maar in het spel staan er dus wel degelijk zwaailampen op. Nu, waar staan die? Kunnen we hier uithalen. Even zoeken naar onder. En hier staat Bacon Lights. Die index moeten we dus gaan zoeken. 250. Dus. Daar. Daar. En hier staan die. Je ziet dat er. Je ziet dat er hier een paar staan. Er staan er twee. En we gaan er nog twee toevoegen. Doen we op Ctrl D. En dan. We maken daar gewoon een tree van. En dan gaan we die ook verplaatsen. Zo. Een beetje omhoog. Het is inderdaad heel moeilijk om te zien of die goed staat. Want anders moet je gewoon in-game gaan. En dan in-game ziet je dat wel. Nog eens op Ctrl D. Heb ik er een 4 van. En dan verplaatsen we die nog eens een stukje. Dan gaan we kijken, de index is 252 en hier 253. Onthoud ik gewoon even. Dan gaan we naar de XML en staat hier deze twee. Deze moet je dan kopiëren. Zo. En twee keer plakken en moet je hier een 2 van maken en een 3. En dan meestal gaat je dezelfde lampen gebruiken. Maar er zijn verschillende lampen die ook in-game zijn. En die komen als het goed is nu in beeld. Dus je hebt gezien, er staat overal een naam onder. Bacon Light 01, 02, 03, 04, 05 of 06. En dan kunt je kiezen, ik wil die platte zwaailamp, dat is 06. Verandert gewoon hier 02 naar 06. En dan wordt een platte zwaailamp, of ja, zo'n plattere. En ik wil 01 bij de andere. En dat was het eigenlijk. Zo simpel is het. Gaan we hier opslaan. En dan gaan we het, de mod zippen met WinRAR. Anders gaat dat niet dus. Auto archief. En dan zip. Als je op hard duwt, dan gaat het niet werken. Dus oké. Okay. En dan gaan we naar de game. Zo, nu zijn we in game en dan zullen we eens laten zien wat het is geworden. Hè. Dan ziet je links hier een plattere zwaailamp en rechts een nog hogere. Zo moeilijk is het eigenlijk niet. Nu zullen we nog eens kijken als die werkt. Nou, het zal wel werken, hè. Kijk maar. Zo. En dan hebben we eigenlijk flikkerlampen toegevoegd. Dus zoals je ziet, het is echt niet heel moeilijk. Ik bedank jullie om te kijken. Ik hoop dat je hier wat aan hebt gehad. Als het niet lukt, laat het weten in de reacties. En ik zal je proberen te helpen. En tot een volgende video.